En het is een beetje het beeld wat ik hier net schetste. En nou ja, we kunnen wel eventjes naar de kuil lopen, zeg maar. De plek waar ze dus feitelijk zijn. Ja, even door de bosjes. Doodgeschoten, ja. Even een beetje bukken hier onder de takken door. Hier dan dus. Maar dit is, deze, je ziet het ook, je hebt hier wat verzonken stukken, zeg maar. Dus deze kuil is de kuil waar de Sovjet-krijgsgevangenen aan de rand werden gezet. En volgens met een nekschot werden doodgeschoten. Oké, met een nekschot. Jongen. En ook Walter Heinrich was een van de leden van het executiepeloton. Dus die heeft hoogstpersoonlijk de trekker overgehaald. In de vroege ochtend van 9 april 1942 worden 77 Sovjet-krijgsgevangenen geëxecuteerd in een bos nabij kamp Amersfoort. Ze vormen ballast. Ze zijn zo verzwakt dat ze niets kunnen doen in het kamp. Zowel Walter Heinrich als Erich Detner maken onderdeel uit van deze op één na grootste massa-executie in ons land. In de vorige aflevering vertelde ik al dat SS-stoerenbaanvuurder Erich Detner in de laatste maanden van de oorlog de directe meerdere van Heinrich is op het hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst in Den Haag. Detner wordt in de laatste periode van de oorlog teruggeroepen naar Berlijn. Na de inname van Berlijn door de Sovjet-troepen komt hij in Sovjet-krijgsgevangenschap. We probeerden te achterhalen of er nog sporen van Heinrich zijn in dezelfde richting. Zou het zo kunnen zijn dat Heinrich A. hem is gevolgd en B. hij ook gevangen is genomen? Het is enkel een vermoeden, maar dit spoor is amper te trekken. Wel hebben we toegang tot een online database van door de Sovjet-Unie gevangen genomen en veroordeelde Nazi-war criminals. Zonder resultaat. In de Russische databases die we hebben gevonden vinden we geen Walter Heinrich. Nou ja, we vinden heel veel Walters en Heinrichs, maar niet de Walter Heinrich geboren in 1910. En dat Erich Detner niet herkend is door de Sovjet-Unie in die tijd geeft wel aan dat zij niet hebben geweten wat er in die vroege ochtend van 9 april 1942 is gebeurd. Want deze massa-executie, deze oorlogsmisdaad, had voor Heinrich wellicht zelfs wel de doodstraf tot gevolg gehad. Dit is de Verdwenen SS'er. Een podcast waarin we proberen te achterhalen wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar. Spoorloos. Mijn naam is Jordi Hubers en samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 3. De oorlogsmisdadiger. Floris en ik zijn weer in het Nationaal Archief. Ik heb de brief weer gevonden in de stapels dossiers. De brief waar iemand wil weten of Heinrich gut ist angekommen. We beginnen met het Duitse handschrift te ontcijferen. Oh, en nog even vragen voor mij. Wat staat hier? Wat is dit? Is dit zijn rang? Want dat staat hier dus ook. UFFZ. Lijkt het wel. En dat staat hier dus ook. Precies dezelfde handschrift als dat. Ja, ik zou toch denken dat het afkorting is voor onderofficier. Want dan zou het dus niet aan onze Walter Heinrich zijn, want die was gewoon officier, geen onderofficier. Die was op dit moment al kapitein. Ik ga even ik ga hem eerst even lezen. Zoals ik hier versproken heb, schrijven ik hier gleich einen Brief. Het is een in vierkantjes geschreven brief van ene Tini uit medio april 1945. Die vertelt dat ze heel lang gewacht heeft tot een trein vertrok, maar Walter niet meer heeft gezien. Ze reist samen met ene Annie en hebben moeite om vanuit Zwijndrecht in Dordrecht te komen. Ze vertelt in detail hoe het haar toch gelukt is. Mijn lieve Walter, wie gaat het dir dan? Ik hoop recht goed. Was ich auch von mir berichten kann. Hast du dich schon ein bisschen daran gewöhnt, allein zu sein? Ich noch nicht. Ich wollte, es konnte wieder so sein als vorige Woche. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war schade, dass... So, dass es für so eine kurze Zeit war. Maar wacht even. Vorige week. Ja. Dus hij leeft nog.
Als dit de Walter Heinrich is, deze Walter Heinrich leeft in april 1945 nog. Ja, dus medio april 1945 leeft deze Walter Heinrich nog. Want zij schrijft dus inderdaad dat ze zo'n leuke week samen hebben gehad. Und sei selbst herzlich gegrüßt von der Trude. Otto en Rudy. Ja, wie zijn Otto und Rudy? Sophie staat 28 in Dordrecht, dat is de afzendster. Maar goed, even over de envelop. Ja. Deze afkorting, jij zegt dat is een Unteroffizier. Ja, UFFC. Ja. Unteroffizier Walter Heinrich? Was hij niet, hij was al officier. En dat was hij al aan het begin van de oorlog toen hij benoemd werd. Ja, en later werd hij dan nog Hauptsturmführer. Ja, dan is hij dan bevorderd tot kapitein. Dus dan ben je echt in de verste verte geen onderofficier meer. Dus heel eerlijk gezegd vermoed ik dat dit echt een andere Walter Heinrich is. Ook omdat we, tenminste mij zegt helemaal niks, maar dat is voor wat het waard is. Die namen, die Otto en Rudy, doen daar ook gewoon ontzettend veel hartelijke groeten aan. Ja, ik weet het niet. En wat had hij zo gezegd te zoeken in Dordrecht en Zwijndrecht? Want daar gaat het hier dus over. Over die regio, dat stuk. Hey, en in ditzelfde mapje komt er ook een verzoek binnen van een Walter Herbert Heinrich, geboren te 14 mei 1911 te Hamburg. Dat is een Walter Heinrich die gewoon kan bestaan, maar dat is dan niet de Walter Heinrich die zij denken te zoeken. Kijk, oh hier, afschriftlijst met namen, formuliertje, envelop, brief uit 21-4-1945. Staat er bij bijlagen. Nou, dan zoeken ze uit. Het is een andere Walter Heinrich. Dan is het Walter Herbert Heinrich uit Hamburg. En niet Walter Herman Heinrich, geboren op 2 januari 1910 in Mislowitz. Bist du gut angekommen, Walter? Ja, geen idee, maar dat was dus niet voor onze Walter. Historisch onderzoek hangt vaak samen met toevalligheden en vondsten. Maar deze vondst heeft helaas niks met onze Walter te maken. Bemoedigend trouwens om te weten dat er nog meer Walter Heinrichs in Nederland rondliepen. Neem niet weg dat onze Heinrich natuurlijk best ergens gut angekommen kan zijn. En dat Heinrich krijgsgevangenen gemaakt zou kunnen zijn, is natuurlijk ook geen gekke gedachte. Hij staat immers op internationale opsporingslijsten, al tijdens de oorlog. Zijn deelname aan de massamoord op de 77 Sovjet-krijgsgevangenen en zijn verantwoordelijkheid als commandant van een naargeestig kamp is de reden waarom ze Heinrich zochten. Er kleeft letterlijk bloed aan zijn handen. Maar de massamoord in de bossen bij Amersfoort intrigeert mij toch het meest. Ik wil hier meer over weten. Hoe heeft dit plaatsgevonden? Waarom zou je in één klap een hele groep willen vermoorden? Bij het Nationaal Archief zijn over deze misdaad heel veel documenten te vinden. Verhoren, processen verbaal. En het verhaal is als volgt. Op 27 september 1941 komt een groep van 100 Sovjet-krijgsgevangenen aan in Amersfoort. Het waren Centraal-Aziaten. De Sovjet-Unie was toen nog een mengelmoes van allerlei volkeren, wat tegenwoordig onafhankelijke staten zijn. De komst van de Sovjets naar Amersfoort was een soort rondreizend circus. Het was ook bedoeld als pure propaganda. De man die ze moest ophalen, de plaatsvervangend kampcommandant Johan Steuver, die riep dat ook toen ze door de straten van Amersfoort naar het kamp werden geleid. Kijk eens even naar deze apen en kijk eens even naar jullie bondgenoten. Wat zijn ze lelijk toch, die bolsjewieken, dat soort teksten. Die waren totaal uitgehongerd, die mannen, en kwamen hier dus in dit kamp. Kreeg ook onderweg het nodige eten of drinken aangereikt van de Amersfoortse bevolking. Maar dat werd allemaal uit handen geslagen door de bewakers. Nou ja, die zijn hier dus in dit kamp opgesloten. Hebben hier een vreselijk bestaan gehad. Want werden net als de Joodse gevangenen extra slecht behandeld. Heinrich ziet direct dat er weinig te beginnen is met de Sovjets. Ze kunnen niks. Ze zijn zwak en niet tot arbeid in staat. Hij meldt het bij zijn leidinggevende, Wilhelm Harster, die eind 1941 zelf polshoogte komt nemen, hoe het met de Sovjets gaat. Niet zo best is ook zijn conclusie. Na een gesprek met zijn meerdere Hans Rauter wordt het Reichssicherheitshauptamt in Berlijn geconsulteerd. Conclusie? Maak ze maar af. Dit gaat dus echt tot in de hoogste SS-regionen. Dit is niet zomaar een executie. En waarom dat is, ontdekken we in het Nationaal Archief. Duitser die Russisch spreekt en de Sovjets moet ondervragen, verklaart dat niemand minder dan Heinrich Himmler hemzelf, de hoogste SS-baas, op het idee is gekomen om de Sovjets naar Nederland te sturen, als propagandacampagne.
Erich Debner is de vorige dag al naar Amersfoort afgereisd om deze klus te klaren. Hij wijst 5 mensen aan om de executie te verrichten. Hijzelf, Walter Heinrich en nog 3 anderen. Hij krijgt dus de opdracht. Dat had hij zelf na de oorlog ongetwijfeld zo naar voren gebracht. Ja, ja. Dat kan je natuurlijk nooit met zekerheid zeggen. En dat zie je bij meer naoorlogse processen van daders. Dat ze iedere betrokkenheid natuurlijk altijd afschuiven op de bevelstructuur. Ja. Ik deed gewoon wat ik moest doen. Ik was een militair. Floris en ik zijn op weg naar de plek waar de executie plaats heeft gevonden. De krijgsgevangenen wordt verteld dat ze naar Zuid-Frankrijk worden gestuurd. Omdat het klimaat daar beter voor hun zou zijn. Maar ze zijn dus in vrachtwagens geladen. En men ging niet naar rechts de poort uit richting de straat, richting Zuid-Frankrijk. Maar naar links, dit bospad op. En dit is precies nu de plek waar we nu stilstaan, waar de vrachtwagens dus ook stilstonden. En hier werden ze in groepjes van 5 of 6 dus hier het bos ingestuurd. En daar aan de rand van de kuil geëxecuteerd. Wat een brute afslachting. En dit is niet de enige executie hè, in kamp Amersfoort. Ik ben benieuwd waar die barbaarsheid vandaan komt. En puur gericht op deze massamoord ligt de oorsprong bij Herman Reinecke, het hoofd van alle weermachtonderdelen. Hij doet een bevel uit naar alle legeronderdelen hoe men met Sovjet-krijgsgevangenen om moet gaan. En hij zegt daarin, je moet ze mit dem Peitsche, dus met de zweep, moet je ze mishandelen. Dus hij geeft opdracht daartoe. Hij schrijft ook letterlijk Das Genfer Abkommen, oftewel de conventie van Genève, hè, waarin toch internationaal alle rechten van krijgsgevangenen zijn vastgelegd. Dat is niet op hen van toepassing. Dus deze Sovjets moet je gescheiden houden van burgerbevolking. Ieder contact is verboden. En je moet ze zwaar mishandelen. Dat gaat hij dus in zijn eentje tegen de, en hij zegt het ook letterlijk dus, tegen de regels van de conventie van Genève in opdracht geven. Nou, en dat is dus naar alle legeronderdelen getelegrafeerd. En 2,5 week later komen die jongens in Amersfoort aan, die krijgsgevangenen. Maar waar komt die sadistische, barbaarse houding van de nazi's vandaan? Waar zit hem dat in? Hoe kan geweld zo snel escaleren? Ik vraag het aan SS-kenner Evert-Jan van Rokkel. Nou ja, kijk, als je het even kort samenvat, is het denk ik een combinatie van zo'n situatie aan zich. Er zijn verschillende sociale experimenten waarin een kampsituatie met bewakers, nog even los van de exacte achtergrond, al vaak leidt tot machtsmisbruik door die positie. Dan ontstaan er excessen in zo'n situatie. Maar in dit geval natuurlijk is het het naziregime en hoe dat al jaren handelt. En hoe dat naziregime kijkt naar politieke tegenstanders. En hoe die behandeld zouden moeten worden als minderwaardige mensen, als vijanden van het regime. De situatie in een kamp was vaak ook afhankelijk van hoe de kampcommandant in de wedstrijd zat. Ja, het werd nooit heel fraai en gezellig, dat was duidelijk. Maar dat kon wel enorm verschillen van hoe erg het werd in zo'n kamp. Voor zover ik de persoon Heinrich kan inschatten, weet ik maar dat een opportunist, een carriërist die zijn werk goed wilde doen. En vooral ook zich afwendde van dingen die misgingen, waardoor de personen onder hem de vrije hand kregen om daar excessen te laten plaatsvinden. Maar doorgaans in zo'n kamp waar die bewakers de vrije hand krijgen en dan gebeuren dit soort dingen, ja, dan krijg je ook een soort wedstrijd van kijk eens wat ik durf. En dan wordt het ook de norm. En als je dan niet meedoet, dan krijg je een soort binnen die bewakers een soort groepsdynamiek, een groepsontwikkeling waarbij je wel moet. Want als jij dat niet doet, ja, dan ben jij degene die niet meedoet met de rest. Dat soort dynamiek krijg je onvermijdelijk natuurlijk. Kijk, en als dat met bepaalde individuen die dat dan aansturen begint, dan wordt het van kwaad tot erger. Ja. En daar is die kampcommandant onderdeel van. Ja. Hoe het ook zij, Walter Heinrich is een brute oorlogsmisdadiger. Iemand die deed voorkomen dat hij de afranselingen in zijn kamp vreselijk vond, maar ondertussen niet te beroerd was om 77 Sovjet-krijgsgevangenen af te knallen. En alles bij elkaar opgeteld zou het toch een fikse straf hebben moeten opleveren voor een Nederlandse rechtbank. Hoewel, er zijn niet heel veel Duitse oorlogsmisdadigers gestraft. En als ze al een straf kregen, dan was het laag. In de vorige aflevering hoorde je al over de gelijkenissen met Albert Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork. Na de oorlog kreeg Gemmeker slechts 10 jaar. Wegens goed gedrag was hij na 6 jaar weer vrij. In 1951 was hij weer terug in zijn geboortestad Düsseldorf. Die lage straf, dat is echt een onvolkomenheid in Nederlandse in de behandeling in Nederland geweest, in de juridische afhandeling. Dat durf ik wel te zeggen. Er is in zijn dagvaarding niet opgenomen de medeplichtigheid aan massamoord. Wel de massale vrijheidsberoving. Dat is hem te lastig gelegd en nog een paar detailkwesties.
Wat echt onvoorstelbaar is, is dat de openbaar aanklager in zijn proces een requisitoor houdt dat echt in de richting van een strenge straf gaat. En dan op een beslissend moment zegt, dit zou een hele zware strafeis rechtvaardigen. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat het een Duitser was die 12 jaar lang bloot heeft gestaan aan de propaganda van het Hitlerregime. En daardoor wordt de mens, die mist dan een gezond beoordelingsvermogen. En daar moeten we wel degelijk rekening mee houden. En dan eist hij 12 jaar. Dit speelt in Assen. En dat valt onder het gerechtshof van Leeuwarden. Als je weet dat tegelijkertijd in Amsterdam jodenjagers voor de rechter staan, dat hebben we toevallig in verdiept jaren geleden, die dus individueel mensen hebben opgehaald en overgedragen hebben aan de Duitsers. Die de doodstraf krijgen, althans de eis van doodstraf, dat wordt dan meestal wel uitgesproken, maar dan krijgen ze gratie, maar goed. Doodstraf, en dan staat er in het vonnis dat ze dat krijgen omdat zij Joden hebben, onschuldige Joden hebben overgedragen aan hun bitterste vijand. Ja, wie was die bitterste vijand? Dat was Gemmeker. Die nam ze in ontvangst in Westerbork. Dus dat degene die ze aanlevert de doodstraf krijgt, en degene die ze in ontvangst neemt ten einde ze door te sturen naar de vernietigings. Kampen dat niet ten laste wordt gelegd, maar alleen vrijheidsberoving ten laste wordt gelegd, is echt een coördinatieblunder van de eerste orde. Ik heb ook wel steeds volgehouden dat als Gemmeker in Amsterdam was berecht, dat hij het niet levend zou hebben afgebracht of in ieder geval levenslang zou hebben gekregen. Na zijn terugkeer naar Düsseldorf probeert de Duitse justitie nog bijna 20 jaar zijn onbevredigende berechting in Nederland te corrigeren. Uiteindelijk zonder resultaat. Hij wordt nog meermaals ondervraagd in Duitsland. Op enige empathie met de slachtoffers valt hij niet te betrappen. Hij doet er alles aan om de verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven. Hij heeft zijn leven lang ontkend dat hij wist welk lot de Joden in het oosten te wachten stond. En dat is raar. Van Liemt ontdekt dat Gemmeker ooit bij een bespreking heeft gezeten met Adolf Eichmann, vrij vertaald een van de hoofdverantwoordelijken voor de deportatie van miljoenen Joden. Er zitten nog twee naties bij dit gesprek aan tafel. En van die andere drie is 100% zeker dat zij wisten wat er met de Joden zou gebeuren. En Gemmeker zat daarbij en zou als enige dat niet geweten hebben. Toen dat na de oorlog werd gevraagd, u was erbij, er zaten drie mensen hier. En toen zei hij, ik ben er helemaal niet geweest. Terwijl hij, zijn naam staat in het verslag op de deelnemerslijst. Dat iemand verantwoordelijk is voor de deportatie. In zijn geval van 80.000 van de 107.000 gedeporteerde Joden uit Nederland. En dat hij volhoudt dat hij niet geweten heeft wat hun lot was. En dat hij wegkomt met een voor zo'n verantwoordelijkheid wel zeer geringe straf van 10 jaar... waarvan hij er maar 6 heeft uitgezeten. En dat hij daarna eigenlijk in vrijheid en vrede in Duitsland heeft kunnen doorbrengen. Dat heeft mij altijd hooglijk verbaasd. In mijn onderzoek naar Gemmeker bleek het iets gecompliceerder te liggen, want hij heeft in Duitsland lange tijd geleefd met de dreiging dat hij daar alsnog voor gepakt zou worden. Dat is niet gebeurd. Maar dat heeft hem ongetwijfeld wel onrustig gemaakt. Dat is in ieder geval wat. En ik heb een uitspraak gehoord uit de mond van zijn eigen dochter. Dat is eigenlijk de meest schokkende uitspraak die je je kunt voorstellen. Dat zij er een troost in heeft gezien dat hij langdurig onrustig is geweest en bedreigd door de mogelijkheid dat hij alsnog gepakt wordt. Zijn eigen dochter vindt dat een troost. Het is tenminste iets. Een mentale straf en een karige gevangenisstraf. Heinrich heeft zich nooit voor een rechtbank verantwoord. Hoogstwaarschijnlijk had hij dan de kans gegrepen om te zeggen dat hij het ook allemaal niet gewoest had. Hoe erg is dat, dat zo iemand nooit berecht is? Nou, ik vind dat wel een dieptepunt in het hele systeem van naoorlogse rechtspleging. De echte schuldigen, die wil je pakken. Alleen, misdadigers die gaan natuurlijk alle mogelijke manieren zoeken om aan straf te ontkomen. En de meest voor de hand liggende is vluchten. En als je zo slim bent om te ontkomen, dat is natuurlijk gewoon een enorme nederlaag voor het rechtssysteem. Want deze man had berecht moeten worden en die had een zware straf horen te krijgen. Ik bedoel, dat maakt de rechter uit, niet ik. Maar als jij
Als je leest op welke manier die Russische krijgsgevangenen op een gruwelijke manier aan het eind zijn gekomen en uiteindelijk zijn geëxecuteerd, waar hij op de eerste rij stond. Ja, dan zou de hoogste straf wel aan de orde zijn geweest bij hem. Die laatste opmerking van Ad van Liemt maalt door mijn hoofd. Wat heeft Heinrich precies voorkomen met zijn verdwijning? Als hij nou wel voor een rechter had gestaan, wat dan? Een vraag die niet meer relevant is, want ja, de kans dat Heinrich nog leeft is op 112-jarige leeftijd uiterst klein. Maar voordat ik me met Floris weer ga storten op onze zoektocht, wil ik toch meer weten over de naoorlogse rechtspleging. Debner wandelde vrolijk weg van een gevangenkamp in de Sovjet-Unie. Gemmeker heeft in ogenschijnlijke rust geleefd. Hoe hebben wij onze Duitse oorlogsmisdadigers berecht? Concreet betekende dat er uiteindelijk in Nederland 241 Duitse oorlogsmisdadigers zijn berecht. Maar er was een opsporingslijst van rond de 2100. Dit is Hinke Piersma, hoofdonderzoek van het NIOD, het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Dus Nederland heeft een lijst gemaakt van wie ze vonden dat die moesten worden berecht. En die hebben ook wel echt moeite gedaan om in Duitsland die mensen naar Nederland te krijgen. En dat is een heel stroperig en moeizaam en eigenlijk mislukt proces geworden, omdat de geallieerden helemaal niet zaten te wachten om mensen weer aan Nederland uit te leveren. Dus het is bepaald niet zo dat er alleen maar onwil was om Duitsers te berechten, maar het was gewoon een ontzettende moeizame exercitie. Piersma studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 promoveerde ze op het proefschrift De Drie van Breda, Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap, 1945-1989. Hiermee heeft zij veel kennis van de naoorlogse rechtspleging. Er waren natuurlijk niet alleen die Duitsers, maar er waren ook nog de Nederlandse politieke delinquenten, zoals ze toen heten. En het was misschien ook wel zo, maar dit is een aanname die ik niet heb onderzocht, ja. Dat men vooral ook bezig was met de zuiveringen in eigen huis. En er zijn enorm veel mensen, Nederlanders, opgepakt na de oorlog. En die zaten allemaal in kampen, niet altijd onder de beste omstandigheden. Dus de toenmalige regering had de handen vol om dat in goede banen te leiden. Want het was onmogelijk om die mensen allemaal te berechten. Daar was gewoon het systeem niet op berekend. Dus dat, ik kan me zo voorstellen dat de prioriteit lag bij de wat men toen noemde de landverraders, de nationaalsocialisten. Ja. Die prioriteit lag er ook omdat natuurlijk in een tijd van wederopbouw het erom gaat dat je met z'n allen weer verder moet. Ja. Toen de Tweede Wereldoorlog in Nederland ten einde liep, moest snel streng en rechtvaardig afgerekend worden met Nederlanders die sympathiseerden met de bezettende macht. De bijzondere rechtspleging trad in werking eind 1945. Er zijn uiteindelijk 14.000 uitspraken gedaan, waaronder 145 doodstraffen. Hoe anders is het gesteld voor de Duitse oorlogsmisdadigers? Deze groep is in verhouding heel laag gestraft. Je hoorde het voorbeeld van Gemmeker net. Of Wilhelm Harster. Hij krijgt ook 12 jaar. Debner wordt in Duitsland zelfs vrijgesproken. Echt waar. Hij staat gewoon in 1964 terecht voor de executie van de 77 Sovjet-krijgsgevangenen. En de rechter in München oordeelt: Debner heeft in Amersfoort slechts een bevel uitgevoerd van superieuren. Ze hadden hem voorgespiegeld dat het om een represaillemaatregel ging, volgend op Russische misdaden tegen Duitse krijgsgevangenen. Even voor de goede orde, Debner heeft nog veel meer moorden op zijn geweten. Echt heel veel meer. Van de eerder door Piersma genoemde 241 Duitsers die berecht zijn, hebben er uiteindelijk 18 de doodstraf gekregen, die vijfmaal daadwerkelijk is voltrokken. Vier zijn bij verstek veroordeeld. Bij 9 is de doodstraf omgezet in levenslang. Van de overige 323 kregen er 6 levenslang en 182 een straf variërend van 3 maanden tot 20 jaar. De resterende 35 verdachten werden vrijgesproken, ontslagen van rechtsvervolging of hun strafzaak werd geseponeerd. Maar waarom is er zo laag gestraft? Ja, dat heeft te maken met hun onzichtbaarheid.
Dus zij, we konden destijds niet zo goed uit de voeten met wat ook wel schrijftafelmoordenaars wordt genoemd. Eichmann is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Die niet bij de treinen stond en niet het werk deed of niet arresteerde. Nee, maar vanuit zijn achter zijn bureau bepaalde welke treinen wanneer reden en hoeveel mensen daarin moesten zitten. Ja. Maar dat zijn inderdaad schrijftafelmoordenaars, werd het ook inderdaad wel genoemd. Dus op dat moment, als er niet hard gemaakt kan worden dat ze ook daadwerkelijk letterlijk bloed aan hun handen hebben gehad, dan was het misschien een lastige berechting of een lastige vraag te beantwoorden. Ja. In ons geval hebben we te maken met meneer Heinrich, die daadwerkelijk, in ieder geval bij de executie van 77 Sovjet-krijgsgevangenen heeft meegeholpen. Of heeft uitgevoerd. Dat zou waarschijnlijk bij een berechting wel een zo'n zware straf tot gevolg hebben kunnen leiden. Net zoals een Kotala of wie dan ook, denk ik. Of niet? Ja, dat zou een zwaar vergrijp geweest kunnen zijn. Ja. Ja. Zou jij wel de stelling kunnen onderschrijven dat er een hele hoop mensen zijn, een hele hoop oorlogsmisdadigers zijn die hun straf hebben ontlopen, waar die echt wel een hele zware straf hadden moeten krijgen, en dat er misschien toch wel een hele hoop zijn? Ik denk het wel, ja. Ik vrees van wel. Sowieso dus Heinrich. Maar goed, even een resume. Waar staan we nu? Zou Heinrich omgekomen kunnen zijn in Berlijn? Lijkt onwaarschijnlijk, maar niets is onmogelijk. Er is in Berlijn in 1945 zo vreselijk hard gevochten. Er worden nog steeds stoffelijke resten gevonden bij bouwwerkzaamheden in Berlijn. Er zal vast en zeker ook onderzoek naar gedaan worden. Maar nooit is er een link naar Heinrich gelegd. Krijgsgevangenen dan? Diverse uitleveringsverzoeken hebben nooit iets opgeleverd. Er wordt lange tijd gedacht dat Heinrich in kamp Esterwegen zit. Maar keer op keer levert een uitleveringsverzoek niets op. Ook anno 2022 kent men geen Walter Heinrich in Esterwegen. En ook in de oude Sovjet-register staat hij niet. En het geeft te denken dat we van veel nazi's wel weten waar ze waren of zijn opgepakt, en van iemand die internationaal gezocht wordt, niet. Lekker in Duitsland verstoppen dan. Ook hiervoor geldt dat de vele misdadigers die dat hebben gedaan ooit wel zijn gelokaliseerd. Dan kan het nog steeds, maar dan heeft hij hoogstwaarschijnlijk een andere naam aangehouden. En dan is zijn missie dus geslaagd, als dit waar is. Lekker geëmigreerd naar verre oorden? We komen wel wat Walter Heinrichs tegen, maar zeker niet de onze. En ook hiervoor geldt, onder welke naam dan? Het document waarin het woord verschollen voorkomt. Mm. Van wanneer is dat? En wat is daar de origine van? Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik heb dat wel gezien. Kijk eens aan, een landelijk officier van justitie. Kijk eens aan, in 1981, dat is interessant, staatsanwalt Bremer uit 1981. En die stuurt dan een brief naar Nederland, naar de landelijk officier van justitie hier. En dan noemt hij de naam Walter Heinrich. En dan zegt hij, want we hebben toch nog steeds interesse in de executie van 15 communistische gevangenen op 16 oktober 1942 bij kamp Amersfoort. En daar staat dan Zuid februari 45 verschollen. Wat is zijn bron? Dus dat is, dat is dus een officieel schrijven uit de 9 juni 1981 uit Duitsland van de staatsanwalt in Bremen. En die hebben dus al vastgesteld dat ze, die hebben dat hij verschollen is. Ja, dus die is uit beeld verdwenen. Wat hen betreft vanaf februari 45. En daarom komen ze zelfs in 1981 er nog weer op terug. Er wordt aan een Nederlandse officier van justitie dit verzoek gestuurd. En de staatsanwalt in 1981, die heeft dat dus verklaard. Ja. Die man moet daar dus kennis van hebben. Ja, hoe komt hij daaraan? Wat is de bron? Ik denk dat je die kant ook nog mogelijkheden hebt als hij dat wil prijsgeven of zijn opvolgers. Ja, daar komen we wel uit. Daar komen we wel achter. En we hebben ook de referentie naar dat geschäftsnummer van 9 juni 1981. Maar dus daar valt nog wel achter te komen. Maar goed. Goede vraag van René. Hoe weet Duitsland dat hij überhaupt verschollen is? Wat is daarvan de bron? Hoe weet je dat? Dat is bijna een detail. Het is een document uit 1981. Daar moet men iets van afweten. Ik besluit met mijn MAVO-Duitse mail naar Bremen te sturen. We hebben een geschäftsnummer. Zij moeten daar wellicht nog wel informatie over hebben. Dank en viele Grüße.
In mijn speurtocht langs alle boeken die bij Kamp Amersfoort staan, stuit ik op de biografie van Willy Engbroks, bewaker van het eerste uur in Kamp Amersfoort. Floris, wist jij dat hij in het boek van Engbroks ook voorkomt? Wie bedoel je? Wat Heinrich? Ja. En in de legenda komt Heinrich voor. Engbroks komt in de jaren 60 voor zijn werk in Brazilië. En als hij in São Paulo in een kroeg zit, wordt hij vanuit een duister hoekje benaderd. Toen een man van een andere tafel naar mij toe kwam en mij vroeg of ik soldaat geweest was en of ik een tijd had gediend bij de commandantuurstaf in Amersfoort. Wel wil ik hieraan toevoegen dat ik vanaf het eerste moment gedacht heb dat Heinrich of Franska hierachter zouden zitten. Er zijn namelijk veel gewezen naties naar Zuid-Amerika uitgeweken. Dit was de derde aflevering van de podcast De Verdwenen SS'er. Een zoektocht naar de mysterieus verdwenen kampcommandant Walter Heinrich van kamp Amersfoort. Wil jij direct weten wanneer de volgende aflevering klaar is? Abonneer je dan op deze podcastserie. Of laat een like achter. Dat maakt de podcast weer beter vindbaar voor andere luisteraars. Deze podcast wordt geproduceerd door IO voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over kamp Amersfoort of Walter Heinrich? Bezoek dan het nieuwe Ondergrondse Museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhoff van Podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bauke en het Mom.